Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe video van de My Team Career Motors. En aangekomen bij ronde 7, de Oostenrijkse Grand Prix. We zijn nog steeds uiteraard in seizoen 1. We hebben veel ontwikkelingen nog in in ontwikkeling. Zoals je net zag, 5 onderdelen. We staan nog steeds op die 9e plek. Nog steeds in de race achter Alfa Romeo. De eerste vrije training had ik op bijna één dingetje na in de ontwikkelingsboost alles gelukt. Dus dat is mooi voor de middelpunten. En met dat gaan we richting de kwalificatie toe. Over een paar seconden. Ja, daar gaan we dan. De kwalificatie. Run 1. Dat is verwacht dat we 10 minuten om de eerste run te maken. Net onder de tijd van Maasvlieg, sector 1. Die heeft heel lang rechts zitten. Heel kort draaitje, onder die 1 minuut 5 en 6. In deze fase nog, denk ik. 1 minuut 4 was het. Dat is soms wel eens zien. We gaan naar de iets wat technische tweede sector toe. Inmiddels iets. Aantijd voor de Maaspoel, zegt de Noordpool, maar 0,86 boven zendtijd. Dat is 1,04, zodat we in deze gedeelte van de carrière nog wat ik kan moet rijden. En we zitten 3,10 uiteindelijk boven Maaspoel. Ik zou in de laatste sector veel verloren. Opvallend. En 21ste plek. Gaan we rijden door. Want we zijn nu aan de run 2 bezig. Ook hier iets onder de tijd van Maaspie, maar iets langzamer als mijn eigen tijd. Maar laten we 30 seconds left in the session. Kijken of we dat nu ook kunnen doen. Steeds heel dichtbij mijn eigen tijd. Kan ik nog iets doen aan mijn tijd? Dat is ook niet helemaal goed. Het lijkt wel dat de tweede moest plaatsen. We reden ook voor je extra laatste plek, maar niet genoeg om een plek te liggen. Dit is de laatste plek. Welkom in de prachtige bergen van Steiermark voor een nieuw hoofdstuk in het verhaal van de Grand Prix van Oostenrijk. Het circuit van Spielberg ligt 700 meter boven de zeespiegel en vormt met slechts 10 bochten een van de kortste ronden van het seizoen. Eén rondje is hier een afstand van 4,2 kilometer, waarbij de beste inhaalmogelijkheden in bocht 1 zijn of in de scherpe heuvelopwaartse bocht 3. Voor de verslaggeving van de race van vandaag zit niemand minder dan de grote Bas van Damme naast me. Laten we over McLaren praten. Wat vind je van de prestatie tot nu toe in dit seizoen? De sfeer binnen het team is momenteel heel positief. Iedereen is goed geluimd en heeft veel plezier in wat ze doen. En dat heeft zeker bijgedragen aan de prestaties die we hebben gezien. Laten we voordat we beginnen de line-up van de grid bekijken. Lewis Hamilton begint op pole position. Met Valtteri Bottas ernaast. Verder op de grid hebben we Verstappen, Norris, Daniel Ricciardo en Perez, Sainz, Gasly, Vettel en Yuki Tsunoda, Leclerc, Stroll, Esteban Ocon en Mick Schumacher, Raikkonen, Giovinazzi, Nikita Mazepin en Fernando Alonso. Zij hebben een grid penalty. Schwartzman, Russell, Latifi en Ryder. Nu de lichten bijna uitgaan, is het tijd om naar de baan te gaan. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Okay, dus laatste plaats beginnen in de race. We gaan voor een iets wat andere strategie als dat zij voorstellen. Ik ga voor een medium soft strategie. En achter de hand hou ik een soft medium, mocht het dan uiteindelijk niet goed vallen met een soft medium soft.
Dus dat is de alternatieve strategie. Maar de bedoeling is om dus op soft, medium, soft te gaan. Iets wat interview in de auto. Hier is best wel kans op een safety car, althans dat hoop ik. Kijk hoe het gaat als ik een interview. En daarmee gaan we hier aan de Oostenrijkse Grand Prix. Hier wel met 5 en we gaan gestart. In de reacties goed, maar daarna. We're accumulating some wear on the MG UK. To manage this, we need to lower our ERS deployment mode. En in die spot heel voorzichtig erin gaan. We moeten kijken naar de buurt van de plek in de hand. Dat is ook altijd mooi. Kijk op. Dat is de bocht 4 of bocht 5. Ga ik aan de buitenkant van Russell. Oeh, Russell nog steeds ernaast. We gaan hier even een rem inhalen. En in ieder geval later gewend in de bocht. Aan de binnenkant Russell voorbij. 105 eindelijk aangekomen bij Medici. Die is zelf ook aangekomen bij Medici. Dubbele vechtjes misschien hier een dubbel inhalen met een goede slipstream. Drie rijkrabbetjes richting de heffing. Flink late remactie. Beetje wijd, maar. Two cars in one go. Great job. Really impressive. Dat is niet er niks meer. Want die is aan de buitenkant, maar ja, dat we iets later kunnen remmen als we niet op de race naar kunnen blijven. Ronde 7 inmiddels aangesloten bij Chief Maxie. Ook daar gaan we hier de hacking aan de binnenkant voorbij. Hier vanuit het probleem nog voorbij. Dan houden we. Een beetje naar de lijn drukken. En dat is ook hier op de Nutsie geslagen. En in ronde 11 gaan we inmiddels naar binnen. Voor de eerste pitstop. Dit is op de lage mediums. Samen met Schumacher. Kijk hier een pitstop die in de afstand kan maken. We hebben goed werking, please. Exit now. You'll be racing to leave the pit. Only one stop to go. One stop left in this strategy. There's a black wind to Schumacher. On the 16th wheel, Alonso ook achter me. Ook uit de pitstop die we dus in kunnen halen. We hebben een DRS op Maasje weer richting de camping. Nu een keer aan de buitenkant en een soort switchback moet plaatsvinden waardoor ik een beter exit pak aan de herding. Met DRS en een beetje IRS gebruik. Is ook een maaspin geslagen, 116 mils dus op 15e plek. 14e plek nadat er nog een pitstop is geweest. Het is vreemd om hier buiten te zijn. Ver uit de punten. Deze trouwens wel fine field een beetje. Die nog opgelost worden, gaan we hier nu naar binnen voor pitstop nummer 2. En dan gaan we naar de softs. Kijk, nog een even gegeven is voor de trein. Fantastisch, ja, de nieuwe connectie komt erbij. De rijkomen zal ook nog gebruikt komen, de laatste misschien ook. Release. Twee seconden pitstop, maar ik maak er daar vijf uit. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Maaspin komt inderdaad net voor me. En ik draai net voor Schwarzman. Maar er is ook meteen al twee Mercedes achter me, dus ik heb ook nog voor mijn hand. Blue flag. Kijk of ik die twee kan gebruiken, want ik ben het sneller dan de. Ik weet niet waar die Mercedes op draait, maar ik zal ook niet. Op 170 heb ik DRS op Maaspin, Maaspin ook op de Mercedes. En van weer via de buitenkant Maaspin, maar met één keer ben ik er wel direct vooruit. Dus ik geen slipweg. Good job. Ronde 28 zit inmiddels Hamilton en Bottas. Gap to car in front is 4.3 seconds. Bottas buitenkant. Nog steeds Hamilton en Bottas zij aan zij voor de bocht nummer 4. Bocht nummer 3. En
Hulkenberg, ja, sorry. Nog steeds Hamilton de koppositie houdt, maar Bottas lijkt sneller te zijn in deze fase. Ronde 31 gaat er opnieuw. Bottas de gap to the car head is 2.8 seconds. Het is interessant wat vorige keer dat hij daar aan de buiten komt. Ja, Bottas heeft veel meer sneller. Waarschijnlijk ook door zijn DRS. Charles Leclerc is inmiddels uit de race. Waarschijnlijk een technische technische failure. Helaas zit hij niet te pakken genoeg om even veel wat om dat op te pikken. Ik heb geen caution. Dat is inmiddels trouwens helemaal te gebruiken. Be aware, there's an incident in the next part of the... Bottas lijkt iedereen te gaan winnen. We zijn aanval bij Rijkonnen in de Ronde 3. Grote set uit de herding. Kunnen die plek houden? Er zitten nog steeds achter Hamilton en Bottas. Dus ik krijg 3 DRS per ronde daardoor. Die ook nu aanstaat. Kijk, Giovinazzi. En dit is een Tour 103 incoming. Giovinazzi gaat voorbij de Mercedes aan de kant. Zeer traag tempo. Green flag. En daardoor kan ik gewoon met de Mercedes mee. Houd Giovinazzi erbij. Gratis plekje. There's only one lap of fuel remaining. 2016, 17, 18. En dan zijn we bij 135. Ik zou denk ik nog één ronde gaan, maar ik ben natuurlijk gelet. Bottas niet de race. Voor Hamilton zoals je zag. En ik eindig op de race. Oké, pick up rubber and bring it home. In ieder geval ver buiten de punten 13. Dat ik 13 was. Wel coureur van de dag. En wel voor de mensen thuis. Het team van Mercedes heeft vandaag een fantastische prestatie neergezet. Jee, wat mogen ze trots zijn. Bas, hoe hebben ze zichzelf vandaag van elkaar onderscheiden? Ik geloof dat goed bandenbeheer op de baan en heel vloeiend rijden zeker hebben bijgedragen aan de overwinning vandaag. Die combinatie heeft ertoe geleid dat ze hun banden steeds weer optimaal hebben kunnen benutten. Mercedes is wederom in topvorm na een geweldig raceweekend. Het is prachtig om ze weer op het podium te zien. Deze ronde van het wereldkampioenschap is het tijd voor het klassement. Het is een geweldig resultaat voor Lewis Hamilton, die verder gestegen is in de top. Bas, wie zou jij na deze ongelofelijke racedag als coureur van de dag kiezen? Ik ga voor Ryder. Er was veel gaande op het veld vandaag, maar zij waren de enigen die echt het onderste uit de kan hebben gehaald. We zien hoe het met het constructeurskampioenschap staat. Mercedes blijft de leiding versterken. Ondertussen heeft Aston Martin dit weekend goed werk geleverd en zich verder omhoog gewerkt. Dat was onmiskenbaar. Een wild weekend bomvol Formule 1 actie. Ik kan niet wachten op het volgende. Dat was dus de race van Oostenrijk, de Grand Prix van Oostenrijk. Bottas wint dus voor Hamilton. Norris sluit het podium af. Perez, Ricciardo, Gasly, Stroll, Vettel, Verstappen, teleurstellend op plek 9. Dus geen idee wat met zijn race is gebeurd. En Tsunoda 10e. Carlos Sainz en Leclerc zijn de enige twee. Did not finishes. Dus bij de uitval bij de Ferrari's trouwens. Dus dat is een zeer pijnlijke dag voor de ploeg uit Italië. De team uit Italië. In de stand staat Hamilton nog steeds op 1. Dik voorop op Verstappen. Bottas is geklommen naar plek 3. Ten opzichte van Ricciardo. Gasly staat een plekje ten opzichte van Alonso. En hij staat nog steeds op plek 11. Ons team verliest helaas. Dus 7 plek voor Aston Martin. Mercedes nog steeds op nummer 1. En daar is Claire. Je overstijgt alle verwachtingen. Kan iets of iemand je nog stoppen? Dat was een krappe finish. Hoe gaat het tussen jullie? Super, dat was het. Oké, Claire. Dat was het. Was in ieder geval belangrijk dat je nog extra vragen stelt voor de
sponsors, beloning. 4-2 gewonnen van Raikkonen. Nog 4 punten nodig om de rivaliteit met Kimi te winnen. Dat zou mooi zijn, dat geeft extra punten. Coureursfaam ben ik inmiddels naar 6 gegaan. Team inmiddels op 9,5. Misschien de volgende race dat we dan naar 10 kunnen gaan. Dat ook weer belangrijk is voor de tweede sponsor. 4 vragen beantwoord, dus dat is easy money. We gaan nog eventjes de activiteitenlijn gaan we volmaken. Ik kom af en toe niet aan mijn woorden, joh. We doen een PR, filmopnames, teambuilding, sponsorbijeenkomst en een gewichtentraining. Dus die is meteen volbracht. Dan hebben we nog 1700 punten uit te geven voor de R&D. We doen een monocuur. Is een grote update, 1100 punten, waardoor we meteen nog maar 600 punten over hebben. Een beetje aan het rondkijken of we nog iets kunnen doen. De moleculenstructuur was het, zover ik kon lezen nu. Verder zijn al die updates te duur, dus dat wordt hem niet. Dit moet eventjes wachten. We zien nu dat er een onderdeel is mislukt in de chassis, de roldempers. Dus het is maar goed dat we nog wat middelpunten over hebben. Dan kunnen we de roldempers nog een keertje doen. Voor 200 plus zouden uiteindelijk 546 punten over. En dat is het laatste ding wat ik doe voor deze aflevering. Dus zoals altijd geef een duimpje en abonneer op mijn kanaal. Abonneer ook op de kanalen in de beschrijving. En dan zie ik jullie terug voor de volgende race, de Britse Grand Prix, ronde 8 van het seizoen. Tot de volgende keer en later!